roos namens Rode. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Aan wie zou jij die roos geven? Ik denk aan mijn vriend Stan. Ik ga deze roos geven aan mijn hele lieve vrouw, Irma. Nou, ik zou deze roos aan mijn vriendin geven, want we gaan 9 mei trouwen. En ik hou ontzettend veel van haar. En dat wordt een mooie dag. Aan wie zou jij deze roos geven, mama? Ik ga deze roos aan mijn vriendin geven, omdat ze altijd heel goed voor me is, heel lief en me steunt waar het nodig is. Doet u aan Valentijnsdag? Een klein beetje, zo af en toe. En wat houdt dat in, een klein beetje? Nou, een blijk van waardering meenemen voor mijn vrouw in de vorm van een bloemetje of in de vorm van een roos. Ik ben verliefd op Noortje, omdat het heel fijn is om bij haar te zijn. Het is niet mijn vrouw en het is niet mijn vriendinnetje, maar ik vind er wel een kanje. Ik voel me heel erg op mijn gemak bij hem en ik kan heel erg met hem lachen en ben gewoon gelukkig bij hem. Ja, dat weet ik niet. Het is pas gekomen werk hier. Ik vind het gewoon, ik vind het wel de mooiste van het station. Ben ik echt. En ik ben niet de enigste. Ze is heel bijzonder, want ik hou heel veel van haar. Ze is heel mooi en heel lief. En we hebben samen 3 kinderen en nog een kleinzoon, dus daarom krijgt ze deze roos. Het is heel knap en lief en slim. Goed op school. Ja, ik vind het mevrouw heel mooi. Maar het is maar net natuurlijk wie dat beoordeelt. Dat is over smaak valt niet te twisten. Ja.